Helemaal super dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Sophie en laten we snel beginnen. Vandaag ga ik iets heel erg leuks doen en ik wil even zeggen dat ik dit niet zelf heb verzonnen. Ik ga gewoon met jullie een praatje maken over mijn eerste tattoo wat ik heb. En ik ga daarbij een touch-up doen van mijn make-up. Want ja, zoals je ziet, het ziet er niet meer fantastisch uit. Het ziet eruit alsof er inderdaad al een dag op heeft gezeten. En dat zit het natuurlijk ook. Maar ja, ik wilde met jullie een beetje gaan opmaken en vertellen over mijn eerste tattoo. Want die zit namelijk hier. En ik ga jullie er alles over vertellen. Nou, ik begin met een klein beetje concealer. En ondertussen ga ik jullie vertellen hoe het kwam dat ik een tattoo heb laten zetten. Een tijdje terug is er wat gebeurd in mijn privéleven. En daarvoor wilde ik heel graag een tattoo laten zetten. Daarvoor ging ik een beetje kijken van, joh, hoe en wat? Wat wil ik dan precies? Wat past er goed bij? Waar wil ik het laten zetten? Want geloof mij, dat is echt pretty important. Dus ik dacht, ja, weet je, ik moet dat allemaal wel eerst goed hebben uitgezocht voordat ik het daadwerkelijk ga doen. En dat heb ik dus ook gedaan. Ik heb gewoon eerst goed gekeken van, joh, hè, hoe en wat? Wat wil ik? Waar wil ik het? En uiteindelijk heb ik echt heel erg veel verschillende ideeën gehad. Like, als ik zeg heel erg veel verschillende ideeën, dan meen ik dat ook. Uiteindelijk ben ik op het woord angel gekomen. Dat paste er ontzettend goed bij. En dat heb ik dus laten zetten. Ik heb hem op mijn onderarm laten zetten, zoals je hier ziet. Het is een beetje jammer dat ik hem niet echt kan laten zien. Wacht, misschien als ik opsta. Dit is hem dus geworden. Schrik niet van mijn aderen en alles. Maar dit is hem dus. Er staat dus angel in dit lettertype. Dit is het lettertype typewriter, geloof ik. Vond ik echt een mega mooie lettertype. En ja, past gewoon ontzettend goed bij. Ik heb het in Breda laten zetten, de tattoo. Bij Bunker Tattoos. En ik moet zeggen dat ik de prijs best wel pretty hoog vond. Want mijn moeder heeft ook een paar tattoos. En als zij zo'n kleine tattoo had, dan was het ongeveer 60 euro. En bij mij was het 100 euro. Maar ik moet zeggen, als ik kijk naar hoe het zo is gezet, hoe strak het is gezet, hoe netjes het is gezet. Ja, weet je, dan als je echt iets voor altijd op je lichaam wil hebben, dan wil je gewoon zeker weten dat dat goed getatoeëerd wordt. Niet dat die van mijn moeder niet mooi zijn, by the way. Maar gewoon, ik was hier zo blij mee. Ik dacht, joh, 100 euro heb ik er dan wel voor over. Nou ja, uiteindelijk natuurlijk ben ik daar naartoe gegaan. Ik moet zeggen, het uitzoeken van een tattoo shop is ja, best wel een beetje, ja, ik wil niet zeggen moeilijk, maar je wilt toch een soort van goed gevoel hebben bij je tattoo. Want ja, je gaat wel iets voor altijd op je lichaam laten zetten. En dit was mijn eerste, dus ik wilde dat. Ik wist gewoon niet hoe en wat. Ik wist niet waar ik naartoe moest. Ik had geen idee. Ik shape trouwens mijn kaaklijn niet. Oeh, mijn kaaklijn. Nee, ik shape dat niet. Vind ik niet nodig. Ik vind het zelf niet zo mooi bij mezelf staan. Dus ik heb een beetje rondgevraagd bij familie, vrienden van, joh, weten jullie iets? Het mag echt door het hele land zijn. Dat is echt geen probleem. Maar ik moet gewoon iemand vinden waarvan ik zoiets heb van, ja, dat voelt goed. Dat is gewoon heel erg fijn. En toen kwam ik dus uit bij Bunker Tattoos. Dit is trouwens geen gesponsorde video of zo. Maar ja, toen ben ik daar dus uitgekomen. Ik kwam eerst ergens anders. Maar ja, daar voelde het dus niet zo goed. Ik kon de man die het daar doet ook niet echt heel erg goed verstaan of zo. Ik kon hem niet echt heel erg fijn verstaan. Ja, ik weet niet. Dan geeft het al bij mij al gelijk geen heel erg goed gevoel. Omdat ik dus niet goed kan uitleggen hoe en wat. Ik kan niet super top uitleggen van wat ik nou eigenlijk wil. Dus ja, dat gaf me geen goed gevoel. Want ik was een dag naar Breda geweest. Omdat ik hoorde dat daar wel best wel gewoon goede shops zitten. En daar wilde ik gewoon even kijken van, joh, welke shops zitten daar? En wie kan mij heel erg goed helpen hiermee? Wie geef mij een vertrouwd gevoel hierin. Toen ben ik uiteindelijk gewoon bij ja, Bunker Tattoos gekomen. Ik had daar al meerdere verhalen van gehoord van mensen dat het daar wel chill was. En ik weet nog dat ik met mijn broertje was. Je moest een trap op om daar te komen. Nou, en ik ben een mega pussy. Ik durf dat weer niet. Superleuk. Maar, want ik weet gewoon nooit wat er te wachten staat. Als je ineens een random trap oploopt en iets binnenloopt wat je niet kent. Ik vind dat gewoon best wel, ja, spannend, als ik dat mag zeggen. Dus we kwamen daar boven en toen zei mijn broertje, hé, maar hier zitten ze gewoon allemaal te eten. En toen dacht ik, te eten? Wat? En toen kwamen we daar boven en ja, toen zaten ze er allemaal aan een avond eten. Dus ja, dat gaf me eigenlijk wel gelijk een heel erg huiselijk gevoel en ja, gewoon een beetje zo'n gevoel van, oké, het is hier wel vertrouwd. En ja, iedereen was heel erg aardig. Dus ja, eigenlijk was wel chill. Nou, allereerst werd ik geholpen door een hele aardige mevrouw.
Zij wilde graag weten wat ik wilde van tattoo. En ik zei, nou ja, ik wil angel en dan in dit lettertype. En ik wilde het eigenlijk eerst een stukje kleiner dan dat ik het nu heb. Omdat ik het heel erg subtiel wilde houden. Dus dat had ik gezegd. Maar ze zeiden van, joh, doe dat niet. Want het kan een beetje gaan uitlopen. En het is mooier als je iets groter doet. Dus dan hebben we eerst natuurlijk... Want ik werd door een andere man werd ik echt getatoeëerd. En die ging voor mij verschillende groottes op zo'n stenceltje laten zetten. Zodat ik kon kiezen welke grootte ik wilde. Hij had ook een paar keer een hele grote laten zien. Maar dat vond ik een beetje overdreven. Ik hoefde niet een ontzettend grote tattoo. Ik wilde gewoon een subtiele tattoo. En ja, dat heb ik nu gewoon gekregen. Dus we hadden een maat uitgekozen. En ja, dat was deze maat. En ik vond het echt super. Ja, ik vond het eerst best wel spannend, want ik dacht, ja joh, is dit wel de goede maat? En ja, past dit wel bij mij uiteindelijk? Je gaat toch allemaal over verschillende dingen nadenken, weet je wel? Je gaat gewoon over heel veel dingen nadenken of het uiteindelijk wel bij je gaat passen. Of je dit over 50 jaar nog steeds op je lichaam wilt hebben. En ja, uiteindelijk dacht ik gewoon, joh, ze zeiden ook tegen mij van, joh, kan je misschien gewoon gelijk vandaag? Dus toen zei ik, oh ja, oké, is goed. Nou, en toen dus de stenceltjes uitgekozen. Ik ga even daar in het schermpje kijken, want dan kan ik heel eventjes mijn wenkbrauw een beetje omhoog doen. Toen kwamen dus die stenceltjes, naar mij gekeken. En toen plakte die de blauwdruk erop. En nou, ik was er gewoon helemaal mee eens. Ik mocht in de spiegel kijken. En nou, ik vond het er echt prachtig uitzien. Het is voor mij natuurlijk moeilijk kijken, omdat ik hem altijd ondersteboven zie. Dus dat is gewoon lastig. Maar ik vond het er heel erg mooi uitzien. Dus toen gingen we laten tatoeëren. En dat was een moment wat ik... ontzettend spannend vond. Ik heb niks gefilmd trouwens. Ik heb geen beelden of iets van de... van de tattoo zelf. Dat die gezet wordt. Ik heb wel foto's van toen die net gezet was. Dus die zien jullie nu ook even ergens in beeld. Als ik jullie zou moeten uitleggen hoe de pijn voelt. En of het nou echt daadwerkelijk pijn is wat je voelt. Weet je, het is heel erg moeilijk om te omschrijven. Maar ik weet wel dat toen ik daar lag. Want ik moest liggen en mijn arm op zo'n steuntje. En toen ik daar lag, dacht ik dus, yo, hier komt echt de meest pijnlijke messteek ooit uit mijn leven. Maar toen werd ik dus, ging hij dus over die A heen. En toen dacht ik, oké, is dit het? Het valt echt heel erg mee. En dat was het dus ook. Als ik het een klein beetje zou moeten omschrijven. Sommige mensen zeggen, het voelt als hele kleine prikjes. Maar ik vind dat niet. Ik voelde meer alsof een pen... over je heen werd gekrast. Gewoon alsof je een pen zo... of dit zelfs. Dat je zo... ja, constant dit voelt zo. Ja, dat het is... ik zeg altijd, het is geen pijn. Maar het is gewoon meer een irritatie. Dat je denkt van, hé, kap is. Maar dat kan niet, want het is aan het tattoo. Je kunt niet... ja, je kunt wel zeggen dat je even moet stoppen. Maar ja, het is niet... een steek van een mes of iets in die richting. Want ik dacht, ik verwacht maar gewoon het allerergste wat er maar kan. Wat er maar kan gebeuren. En dan zien we het allemaal uiteindelijk vanzelf wel. En ja, zoals ik dus al dacht, nou ja, zoals je hoopt, valt het heel erg mee. Nou, wat moet je nou eigenlijk echt weten qua nazorg? Qua nazorg is het eigenlijk ook niet zo heel erg lastig. Je moet alleen opletten dat je dus niet in een zwembad gaat. Want chloor is er gewoon niet zo heel erg goed voor. Je wil natuurlijk niet zo snel laten veden, dus weg laten vagen. Onder heet water gaan staan is niet heel verstandig. Is ook niet echt heel erg prettig als je net je tattoo hebt. En zelf waste ik hem zelf. Dus ik ging niet met zeg maar zeep waarmee je ook normaal je huid zou wassen eroverheen. Maar ik ging met speciale zeep over de tattoo heen. Zo wist ik gewoon zeker dat, ja, dat hij goed beschermd was. En dat heb ik de eerste week geloof ik gedaan. Elke ochtend en elke avond even met lauw water... en Unicura zeep, de balans zeep, ben ik er even overheen gegaan. En ja, dan was ik het gewoon. En dan daarna deed ik er constant vaseline op. Ik heb hem de hele week vettig gehouden. Dat is ook de bedoeling. Zo vervaagt hij minder snel en heelt hij veel beter. Dus dat wil ik jullie echt meegeven om te doen. Want ik heb helemaal geen irritatie gehad. Mensen zeggen dat het heel erg gaat jeuken. Maar bij mij heeft het nooit gejeukt. Ja, als je hem gewoon heel erg vettig houdt en je doet gewoon je best erop dat je hem mooi houdt. Krijg je er geen irritaties van. Dan maak ik nog even de make-up af met een klein beetje mascara. En dat was eigenlijk het verhaal over mijn eerste tattoo. Wil je nou nog iets weten over een tattoo of iets in die richting? Ik weet natuurlijk niet zo heel erg veel. Ik bedoel, ik heb er maar één. Maar stel je wil iets weten over je eerste tattoo. Laat het hieronder even weten, want dan reageer ik daar even op.
Vond je deze video nou leuk? Laat het even weten hieronder in de reacties. En doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren. En als je daar dan toch bezig bent, klik even op het notificatiebelletje. Zo blijf je altijd op de hoogte van mijn nieuwste video's. Zo, die komen er heel erg lekker uit. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Doei!